Monetaire reserves met ruim 100 miljoen US dollar gestegen. Basel-kaarten uitgereikt aan leerlingen OS1 Houttuin. En 92% van femicidegevallen in Argentinië gepleegd door bekenden van het slachtoffer. Goedenavond, het is dinsdag 13 november. De SCVS met het journaal. De monetaire reserves van de Surinaamse staat tonen volgens recente cijfers van de centrale bank een stijgende trend aan. Dit laat Glenn Gersie, governor van de Centrale Bank van Suriname, vandaag weten. Deze positieve ontwikkelingen op het monetaire front zijn onder andere te danken aan de goede monitoring van de kasreserves, aldus Gersie. De kasreserves waren in januari 2018 gesteld op ruim 450 miljoen Amerikaanse dollars en deze zijn momenteel toegenomen met meer dan 100 miljoen Amerikaanse dollars. Als u bijvoorbeeld naar, waar daar kijkt men ver, veelal naar, naar de bewegingen op het vlak van de monetaire reserves zou kijken, dan zou je zien dat ze zijn gestegen, weer ten opzichte van de vorige maand. En als ik kijk naar wat het was vorig jaar, dan is het met meer dan 100 miljoen, misschien 130 miljoen gestegen ten opzichte van vorig jaar. Maar we zijn er nog lang niet, weet je. Hoe meer we weten, ik denk dat we moeten gaan beschikken over een veel ruimere monetaire voorraad, monetaire reserve, niveau van monetaire reserves. Ondanks de stijging van ongeveer 130 miljoen Amerikaanse dollars is de governor nog niet tevreden. Gersie pleit voor verdere monitoring van de kasreserves. Volgens hem eist de huidige monetaire financiële situatie dat er consequent beleid gevoerd moet worden waarbij de kasreserve goed in de gaten worden gehouden. Als we in acht nemen dat we in de nabije toekomst nog aardig wat schuldig te betalen hebben, dat vermoedelijk ons importpakket ook weer zal gaan uitbreiden. Ik hoop niet dramatisch. Betekent dus dat wij moeten zorgen dat wij dat allemaal kunnen financieren en daardoor daarmee dus het verlangt dus van ons dat, dat de monetaire reserves worden opgebouwd, verder worden opgebouwd. En dat brengt de eis met zich mee voor de samenleving om onze export te gaan bevorderen. Glenn Gersie pleit voor verdere rust op de valutamarkt, voor een positieve uitwerking op het koersenfront. Hiermee kan ook de druk op de deviezenreserve afnemen. Onverzekerde leerlingen van OS1 te Houttuin hebben vandaag uit handen van de RGD-directeur Edwin Noordzee en districtscommissaris Audrey Hankers hun verzekeringspasjes in ontvangst kunnen nemen. Nu ze ook over een verzekeringspas beschikken, kunnen ze verder behandeld worden indien dat nodig. Deze schoolgaanden vallen ook onder de groep die een gezondheidsscreening moeten ondergaan vanwege de rookoverlast enkele weken geleden te Ornamibo. Districtscommissaris Audrey Hankers zegt blij te zijn met de voortvarendheid van de overheid. Ik wil bij deze wil ik zeker mijn dank uitbrengen, niet alleen aan RGD, maar zeker ook het Staatsziekenfonds die bij deze een wezenlijke bijdrage heeft geleverd om invulling te geven aan de jonge burgers van ons land die nog niet verzekerd zijn. En we zien dat het heel erg van belang is dat wanneer wij, we pretenderen het niet, we zoeken het ook niet, maar als we ziek mochten worden, dat we toch wel verzekerd zijn. En bij deze wil ik u allen, alle actoren die een bijdrage hebben geleverd, vanaf de brand tot heden, dat wij de zorg echt wel nemen over onze kinderen. RGD Algemeen Directeur Edwin Noordzee merkt op dat zij samen met het SZF eraan hebben gewerkt om de kaarten van deze scholieren in orde te maken. Dit traject kwam erbij nadat het gebleken was dat niet alle schoolkinderen verzekerd zijn. De overheid heeft alles eraan gedaan om voor deze kinderen een basisverzekering via het SZF in orde te maken. Nadat de situatie zich heeft voorgedaan, heeft de overheid een multidisciplinaire team samengesteld om het werk te doen. Nadat dit team aan het werk is gegaan, waarvan mevrouw Collian ook zeker lid van zijn, onder leiding van de minister van Volksgezondheid, is er besloten om het onderzoek verder te doen. RGD is toen aangewezen orgaan om het onderzoek te doen onder supervisie van de districtcommissaris.
En het onderzoek is gedaan en blijkt dat gaandeweg de rit er leerlingen ertussen waren die geen kaart hadden. Er is toen gezegd, kaart of geen kaart, iedereen wordt geholpen. Maar de mensen die geen kaart hebben, daarvoor zal de overheid spoedig zorgen voor een kaart. U ziet het, de regering heeft er ook voor gezorgd. Heel snel heeft SZF dan de kaarten voor de leerlingen die niet hadden, hebben nu een SZF-kaart. En vandaag is het moment om dat in elk geval aan ze te overhandigen. De vierde industriële revolutie, oftewel robotisering, neemt wereldwijd over. Deze trend heeft enorme impact op de arbeidsomstandigheden. Dit kwam naar voren tijdens de tweedaagse Caribische vakbondenconferentie. Robbie Berenstein, voorzitter van C47, vertelt dat deze ontwikkeling nog geen voet aan wal heeft gezet in Suriname. Maar volgens hem is door de globalisatie niets uitgesloten. De C47-voorzitter is van mening dat de vakbonden, met name van het Caribisch gebied, bekend moeten worden gemaakt met deze ontwikkeling. Hij vindt dat dit verschijnsel invloed heeft op het arbeidsproces. Je hebt graasmachines, holpak, die vrachtwagens, zonder chauffeur. Weet je? En in een van die menen zelfs is het aantal werknemers met zeker een derde afgenomen als gevolg van die industrie 4.0, automatiseren. Zo. En dit soort ontwikkelingen, vroeg of laat, dat kun je zijn naam doen. Dus dat je alvast van het fenomeen op de hoogte bent. Ja. Want het zijn multinationals. Ze doen nog een andere, ook doen het gewoon duidelijk. Dat je alvast van het fenomeen op de hoogte bent, want het heeft een enorme impact op werkgelegenheid, maar ook op de manier waarop vakbonden hun werk moeten doen. Want er komt veel meer bij kijken. Dat zijn een aantal voordelen die je hebt, maar het grootste voordeel is natuurlijk, als je in een groter geheel werkt, ben je natuurlijk veel sterker. De Caribische vakbondenconferentie wordt jaarlijks gehouden. Het is de eerste keer dat Suriname deze meeting heeft georganiseerd. Tijdens de conferentie zijn de problemen van de vakbonden van het Caribisch gebied onder een vergrootglas geplaatst. De sluiting van de olieraffinaderij en de staalindustrie op Trinidad en Tobago en die van Curaçao zijn eveneens ter sprake gekomen. Verder is de kwestie van Alcoa ook behandeld. Als uitvloeisel van deze conferentie zal een verklaring worden uitgegeven aan de staat over onder andere de Alcoa-kwestie, zegt Berenstein. We gaan Alcoa niet meer kunnen dwingen om hier de industrie voor te zetten. Ja. Het voordeel dat we hebben is dus dat bonden, ja, binnen Alcoa over de gehele wereld lid zijn van industrieel. En daaruit blijkt dat ze niet alleen maar hier in Suriname een bepaald gedrag vertonen. Ja. Maar in Australië hebben ze gesloten, in Spanje, ja, een aantal landen hebben ze gesloten. Dus die ervaring, ja, om Alcoa tot een bepaald gedrag te dwingen, die is er in industrieel. En daar dus maken we er gebruik van. Maar één, dus het is een oproep aan de regering en Alcoa om geen uitverkoop hier te houden van Surinaamse niet meer grondstoffen, want dat hebben ze al weggehaald. Toch? Maar geen uitverkoop houden van de Surinaamse zaak. De sub-regional meeting for the Caribbean is onder auspiciën van Industrial Global Union in samenwerking met C47 in ons land gehouden. Deze conferentie is gisteren begonnen en is vandaag afgesloten. Het waterprobleem te Domburg lijkt nu eindelijk tot het verleden te gaan behoren. Gistermiddag heeft de La Rencontre de ceremoniële openstelling van de SWM wateraansluitingen plaatsgevonden. Men heeft een pijpleiding van ongeveer 8 kilometer lang aangelegd. En deze moet ervoor gaan zorgen dat ongeveer 1100 gezinnen straks over water kunnen beschikken. Minister Giljo Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen gaf aan de mensen mee dat deze projecten doorgaan. Dit is survival van je mensen. Dit is voortbestaan. Water is een heel belangrijk recht van u. En dat recht
komt vandaag beter tot uiting. Op de begroting van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, daarmee zijn wij, hebben wij een heel goed project opgezet voor andere districten. Maar dat betekent niet dat u niet aan de beurt komt. En dat ziet u vandaag ook. Wij moeten het samen doen. Deze regering neemt zijn deel om de infrastructuur te maken, om het water naar u te brengen. En wij als regering vragen van u om er zuinig mee om te gaan. Ga er heel zuinig mee om. De mensen die nog moeten worden aangesloten, ik vraag u, meld u bij de SWM. We gaan ermee door. Alle andere plekken die nog niet aan de beurt zijn, na die 1100, we komen naar u toe. U hoeft zich geen zorgen te maken. Het is geen verkiezingsstunt. U heeft er recht op. En ik wil dat u het moet weten dat de regering Bouterse Adien geen grappen maakt met uw burgerrechten. Water is een burgerrecht en dat brengen we naar u toe. Ik wil u alle feliciteren en ik wil dat we gaan naar het groot moment waar u op zo lang op heeft moeten wachten om schoon kwalitatief drinkwater naar u toe te brengen. Een buurtbewoner ging even terug in de geschiedenis. In 1988 of 82, 83 hadden we een watertoren op Domburen. In 82, 83 is die watertoren omgevallen. En vanaf van die tijd, ongeveer 35 jaren lang, hebben we pinaard op Domburen. Maar dankzij het volk op Domburen nooit onopgeprocedeerd naar foto. Nooit zijn we met borden gekomen, nooit hebben we bus gehuurd om naar de stad te gaan om te gaan protesteren. We hebben geduld, we hebben gewacht. En de dag is vandaag gekomen dat we water hebben. In afwachting op de wet houden de regels met betrekking tot kredietregistratiebureaus, wil het bankwezen een kredietregistratiebureau opzetten. Volgens Glenn Gersie, governor van de Centrale Bank van Suriname, is deze aanzet niet verstandig. Gersie legde vandaag uit tijdens een informatiesessie over de introductie van het kredietregistratiebureau in Suriname. Wat gezegd is dat overwogen zou kunnen worden om vooruitlopend op de wet zo'n instituut op te zetten, zoals dat gebeurd is op Aruba. Maar ik weet niet als dat verstandig is. Wat wel zo is, en dat is ook tijdens mijn bijdrage aangehaald, is dat de centrale bank erop toeziet dat de kredietverlening bij de banken of in ieder geval de centrale bank zich heel erg beijvert om de kredietverlening bij de algemene banken zo goed als mogelijk te laten verlopen. En we vragen dan ook wel eens wat veel meer informatie dan voorheen over de kredietverlening die plaatsvindt bij de banken. Om ons zelf een gevoel van gerustheid te geven, zodat wij ook datzelfde gevoel kunnen overdragen aan de gemeenschap. Rafik Silraj Pandey, commercieel directeur van de Hakeringbank, deelt een andere mening. Hij geeft aan dat dit bureau van belang is voor de financiële instellingen. Het zal duidelijkheid moeten geven in het verstrekken van kredieten. Het is wenselijk dat het wettelijk kader er is. Dat is eigenlijk het beste. Maar we zien internationaal, er zijn voorbeelden van, waarbij je ook zonder wettelijk kader, als de wetgever nog niet zo ver is, dat je door civielrechtelijk goede afspraken met elkaar kan maken tussen participanten, banken, andere kredietverstrekkers, dat je toch voldoende waarborgen kan inbouwen, dat je de voordelen kan realiseren, maar tegelijkertijd ook de risico's die ermee samen hangen, onder andere voor wat betreft ongeautoriseerd gebruik van de data, ongeautoriseerde toegang tot de data, dingen, want het is natuurlijk hele gevoelige data, het is kredietinformatie van burgers die je gaat registreren en dat moet dus op een hele veilige, secure wijze gedaan worden. Dit bureau moet informatie van personen en instanties met betrekking tot hun kredietstatus verzamelen en verwerken. Verder zal het rapporten moeten opstellen die bij opvraag van banken ter beschikking moeten zijn. Volgens DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons stelt het college zich op het standpunt dat deze persoonlijke gegevens van burgers en organisaties beschermd moeten worden.
graag wilde dat de burger de eigenaar is van zijn eigen informatie. En dat zijn nieuwe dingen die zich ontwikkelen die er niet waren vroeger. En men heeft bevestigd voor ons dat technisch, dus ICT-wise, dat die mogelijkheid er wel is. Nou, dat is alvast een hele geruststelling voor mij. Niet dat ik vind dat deze bedrijven dat moeten doen. Ik ben DNA, dus ik bemoei niet daarmee. Maar het gaat erom dat er technisch de mogelijkheid is wat het parlement wil. Namelijk, burger heeft de mogelijkheid om de beheerder te zijn van de eigen informatie en toegang te geven aan anderen. En niet dat anderen zich toegang verschaffen tot jouw informatie. Voor het bankwezen is dit een positieve ontwikkeling. Volgens hun moet er een centraal registratiepunt zijn waar alle kredieten voorkomen. Dit zal voor stabiliteit en veiligheid zorgen binnen de sector, geven twee bankdirecteuren aan. Ik denk dat het vooral goed is dat er inderdaad centraal wordt vastgelegd de kredieten die er zijn. En met name wat ik belangrijk vind is dat de consument daarmee ook in bescherming wordt genomen. Zodat er bekend is wat de spelregels zijn, maar dat vooral ook de consument in bescherming wordt genomen. Het registreren is eigenlijk een beschermingsmaatregel en naar de consumenten toe en naar de kredietinstellingen toe, maar ook naar de formele kant van de financiële sector in Suriname. Er zijn gewoon te veel verhalen en er zijn te veel praktijkvoorbeelden en dit is een hele goede stap. Alleen maar wanneer informatie zichtbaar wordt, wanneer er transparantie binnenkomt, dan praat je al over een heleboel bescherming. En dit maakt dat er transparantie komt. Het personeel van het Sint-Vincentius ziekenhuis, dat sinds gisteren in actie is, heeft het werk nog niet hervat. Zij gaan niet akkoord met het aanbod van een 5% loonsverhoging die de directie heeft gedaan. Volgens hen is dit percentage niet toereikend om het hoofd boven water te houden. Namelijk zo dat de meeste ambtenaren van de andere ziekenhuizen, het ziekenhuispersoneel, ze hebben allemaal al een verbeterde loon. Wij hebben in 4 jaar tijd nog geen gecorrigeerde loon gehad. We zitten ver onder het niveau van de andere ziekenhuizen. En dan nog kunnen we niet krijgen dat wat je feitelijk zou moeten krijgen om te kunnen overleven. Wij zijn in actie omdat we een verhoging hebben aangevraagd. Al 4 jaren hebben we geen verhoging gehad. Wij zijn de onderbetaald ziekenhuis in Paramaribo. En wij krijgen te horen gisteren van de directieleden dat ze ons 5% willen geven. En dat is niet de vraag wat we hebben gevraagd. Dat is niet dat wat we hebben gevraagd. Wij willen 10 of meer. Ons salaris, voordat we het in handen krijgen, is het al op. Ja, ik schaam me niet om het te zeggen. We hebben 4 jaren geen verhoging gehad. Het personeel wil samengetrokken worden met de andere ziekenhuizen. Deze mening komt nadat het personeel van de overheidsziekenhuizen recent een verhoging hebben ontvangen. Volgens Jetty Melgerts, ondervoorzitter van de bond bij het RKZ, heeft de vicepresident ooit gezegd dat er geen onderscheid gemaakt moet worden onder de verschillende ziekeninrichtingen. Gelet op deze uitspraak van de VP hoopt de bond dat er ook iets wordt gedaan voor deze groep. Ik denk dat de minister van Volksgezondheid moet gaan brainstormen met de VP. Want wij kwamen ook niet, we zouden ook niet in aanmerking komen voor die 500% die 500 SAD koopkrachtversterking. En we hebben toen gelopen naar de VP en hij heeft toen een uitspraak gemaakt, heeft gedaan. Hij zei van, we moeten die muur doorbreken. Want we praten over de algemene gezondheidssector. Dan kan het niet zijn dat volksgezondheid A, AZ dit krijgt, Slaans dit krijgt en dat er een verschil is. Maar dat we een algemene inbreng moeten hebben, want we hebben voorin geen bord. Komen jullie niet in het ziekenhuis, want jullie zijn SZF of zo. Het bestuur heeft vandaag om 11 uur een gesprek gehad met de directie. Wat het resultaat is van dit gesprek is voor de samenstelling van het bulletin niet bekend.
Volgens Jetty Melgerts zal de uitkomst van dit gesprek morgen aan de leden worden voorgelegd. De ALV zal dan een besluit nemen als de acties worden opgeschort of verscherpt. Een voertuig van het Korps Brandweer Suriname raakte gisteren betrokken bij een aanrijding aan de Van het Hoogruisstraat. Onze nieuwsdienst brengt u hiervan een verslag. Onze nieuwsdienst kreeg de melding rond 10:30 dat er een ongeluk zou zijn gebeurd met een brandweervoertuig aan de Van het Hoogruisstraat. Wij hebben daaromtrent gesproken met de heer Alten Pinas van het Korps Brandweer Suriname en hij gaf ons meer informatie hierover. Gisteravond omstreeks 10:30 kreeg de brandweer melding van de aanrijding aan de hoek Waraku en de Pandit Paltantewariweg, de highway. Op weg naar daar, met ons hulpverleningsvoertuig, ter hoogte van Nieuwhaven bij het verkeerslicht, kwam er plotseling een witgelakte brievenvoertuig voor het brandweervoertuig die met zwaailicht en sirene reed naar het adres. Het voertuig, of die witgelakte brieven, die reed zigzag steeds voor het voertuig en belemmerde het brandweervoertuig dus zijn weg te banen naar het adres. Ter hoogte van Surmak, waar er een splitsing is met een witte betonnen strook, ging die witte brieven plotseling linksaf, waarbij wij genoodzaakt waren op de chauffeuse. Genoeg zak was rechtsaf te gaan. Ze ging rechtsaf met als gevolg dat ze tegen die witte strook aankwam. Het voertuig is dan op zijn zij komen te staan en tegen een ander voertuig aangekomen. Er waren in het andere voertuig staan er twee mensen. Beide moesten ook vervoerd worden naar de spoedeisende hulp. En in het brandweervoertuig hadden wij de chauffeuse en een meerijder. In gesprek met beide. Beiden hebben ook kunnen vertellen wat er is gebeurd. De chauffeuse kwam vertellen totdat het moment het voertuig op zijn zij ging. Toen wist ze zich niets meer wat er was gebeurd. Maar de meerijder die kon ons vertellen dat toen ze tegen die witte strook aankwamen, zagen ze een tegenligger aankomen. Het was een bus. Ze heeft geen personenwagen zien aankomen. En met als gevolg dat ze over de kop gingen, of niet over de kop, op zijn zij gingen. En ze hebben dan konden zichzelf klauteren uit het voertuig. En door omstanders zijn ze dan geholpen om naar beneden te komen. Hoe groot is de schade? Niet erg groot aan de linkerzijde van het voertuig. Sorry, de rechterzijde. Waarop het voertuig op zijn zij is gevallen. Daar is er wel wat schade. Maar de rest van het voertuig ziet er nog redelijk goed uit. Tot zover het Nationaal Nieuws. Dag.